Dag Henk, daar zitten we weer. Ons vierde gesprek, geloof ik al. Verleden keer hebben we de jaren vlak na de oorlog, de naoorlogse jaren besproken. Waarin je, jij net de MULO had afgemaakt, op zoek ging naar werk, via allerlei baantjes en avondstudie, uiteindelijk maatschappelijk werker wordt. Blij, wat ik begrijp, hè, dat je niet meer met de cijfertjes hoefde, maar weer mensen in je werk kon zien. Waarin je Gerry ontmoette. In 56 getrouwd. Samen een huis gebouwd hebben. Best arme, moeilijke jaren. En in 60 het aandurven om samen toch, als het kan, een kind te krijgen. Een zoon gekregen. Ieder dubbeltje omkeren. Maar toch wel hoop, vertrouwen in de toekomst. En dan de ruilverkaveling. Je vader die als eerste zijn grond verkoopt. Heel actief in de politiek blijft, bij de vakbond, in de gemeenteraad. En hij overlijdt in 1965. Ja. En wat ik heb begrepen, komt dan bij jou vrij snel de vraag te liggen. Wil jij het stokje overnemen? Wil jij in de gemeenteraad gaan zitten? En waar ik zo benieuwd naar ben, hè, van jullie zijn toch een jong gezin. Je hebt je werk, je hebt je kind. Het zijn de 60er jaren, misschien dienen zich het eind van de 60er jaren al aan. Kun je eens beginnen te vertellen hoe jouw afweging toen is gegaan? Wat voor keuzes je hebt gemaakt? Nou, ik had dus zelf, bij mezelf had ik de keuzes al wel een mak. Maar Gerry die had meer mak hoe vullen of mijn vader van huis af was. Door de vergaderingen en zo. En die zegt, toen beginnen we niet. Dus ik heb eerst dus helemaal niks gedaan. Totdat mijn vrouwen voorzitter worden van de Vrouwenbond. En, van de Vrouwenbond? Van de Vrouwenbond, Rode Vrouwen, van de FNV, van de PvdA of van de FNV, van de Vrouwenbond? Van de FNV. En zich begon te begeven bij de gymnastiek en zo. En ik dus wat minutie kreeg om... Jij bent ook van huis. Ik dacht dat er niks moest gebeuren. En vanaf die tijd wil dus eigenlijk samen op het trouw. Je kunt dit werk wat ik gedaan heb in de gemeenteraad en zo, en intensief zoals ik het gedaan heb, kun je niet doen zonder dat de partner erachter staat. Mm-hmm. Als die er niet achter staat, kun je er niks van terecht. Want dan kom je in een spagaat terecht. En die moeten dus eigenlijk steeds dat doel in de gaten kunnen houden en dan moet je ook nog toe kunnen werken. En als je dat niet kunt, als je dat bij uw achterban dus geen respons in hebt, dan lukt het niet. En dat is toen wat gebeurd. En toen ben ik dus, vanaf dat moment ben ik dus in de eigenlijk raadslid, want ik heb me op de lijst laten zetten. En ik ben eerst een hele tijd raadslid geweest, alleen raadslid. Was Michiel de Groot, was fractievoorzitter. En later ben ik fractievoorzitter geworden. En al met al zo'n 25 jaar lid van de gemeenteraad geweest. Ja, ja. Wat waren jouw grote thema's of wat waren jouw doelen? Hoe zat jij daar? Nou, eigenlijk voortdurend in de gaten houden. Wat ben de mensen in de maatschappij? En wordt die goed behandeld? Of wordt die dus in een huur gedrukt? Ik kwam natuurlijk uit een gezin waar dat heel normaal was dat je in een huur gedrukt won. Ja, mijn vader liet zich niet in een huur gedrukt, maar 9 van de 10 mensen, arbeiders die er toen waren, wonen wel in een huur gedrukt. Die hadden dus niks in te brengen. Die aten, zoals ze hier zijn, genadebrood. Ja. Nou, dat hebben we nooit gegeten, dus. En dat was ik ook niet van plan. Omdat de mensen waar ik dus weer op moest komen, om dat te laten eten. Woningbouw. In die jaren is het nog steeds, denk ik, in het begin, half 60e jaren, is er nog steeds woningnood. Hè? Ja. Maar de grootste klap was toen wel een wes. Okay. Mijn vader heeft de grootste klap meegemaakt. Ja. Die heeft voorzitter van de woningstichting wes. Die ging ze allemaal verdelen. En dan hadden ze dus 1 woning en 20 gegadigden. En mijn vader zegt, ik kon het nooit goed doen. Ja. Maar degene die hem kreeg, die zegt, ik had er ook recht op. En die andere 19, die zeiden, ik had hem een...
Dus die hielden alleen maar vijanden over. Het was de meest onaantrekkelijke functie die ik kon hebben. Je hebt het joren en dan. Joren en dan. Ja, je hebt ook de verleden keer verteld, hè, dat hij tegen jou zei van, ik kan je nooit bijna een woning geven, want dan zullen ze altijd, dus bouwen, ze regel het maar zelf, ja. En ben je zelf gaan bouwen. Ja. Maar jouw jaren in die gemeenteraad, wat hield je bezig, wat speelde? Ja, je zegt al, hè, van zorgen voor opkomen voor mensen die in de verdrukking komen. Ja, woningbouw, onderwijs, was, vind ik heel erg belangrijk. Zorg was een van de punten waar ik me druk voor maak. Dat moest ook altijd voor elkaar mee. En dus de uitkering aan de mensen die dus niet zo die in de slapen waren. Die daar moest ik dus ook voor zorgen. Toen was de bijstand natuurlijk nog niet zo ontzettend groot, omdat we dus toen wel in een opbloeiende maatschappij zaten. De zaak was nog steeds opgebouwd. Ze waren nog steeds aan het opbouwen. Ja. Dus er was niet zoveel werkloosheid en zo. De meeste mensen, de bouwvakkers en zo, dat waren dus eigenlijk de mensen die op ons stemmen, die aan werk. Die gingen dus in hoeveel busjes of hieruit heerden niet naar Amsterdam en Rotterdam en die plaatsen hergingen om de huizen te bouwen, maar flats te bouwen. Ja. Dus werkloosheid op zich was er niet zoveel. Alleen, ja, ik zat er dan ook nog in het FNV. Dus die moesten dus ook nog voor de lonen opkomen. Ja. Maar dat is bij mij dus altijd, nou, een bijzake kan ik niet zeggen, maar dat heeft dus niet de hoofdzaak geweest. De hoofdzaak heeft dus de politiek geweest. Ik heb hier nog wel een vakbond opgericht, de Algemene Bond Mercurius. Dat was voor de kantoorpersoneel, die heb ik wel helpen opgericht. Maar verder heb ik dus in de vakbond niet veel gedaan. Ik heb altijd meer in de politiek gegeven. Ik sprak met Johanna de Boef. Ik begrijp dat jij haar zelfs als fractieassistent bij jullie fractie hebt gehaald. En ik zei, als jij hem nou zou typeren in de gemeenteraad, wat zou je dan zeggen? En ze zegt ze, door en door sociaal, gewoon, geen grote verhalen, maar zij waar het op aankwam en was altijd to the point. Ja. Herken je je in die beschrijving? Ja, ik ben nooit van de grote woorden geweest. En uitbundige verhalen. Ik heb me altijd geprobeerd bij de kern te houden. Ik bedoel, je kunt natuurlijk met veel bombarie kun je dus iets vertellen, maar dan komt waarschijnlijk het verhaal niet over. Dan komt de bombarie meer over als het verhaal. Mm-hmm. En het giet om het verhaal. Bij mij was het toch altijd, die partij is niet het belangrijkste. De partij is een vervoermiddel om die idealen die je wilt bereiken, om die te bereiken. Doe hij die partij voor nodig. Niet alleen de partij, maar de partij is wel, in de politiek is dat dus wel de hoofdzaak. Die partij is nooit hoofdzaak. Als het giet tussen de idealen en de partij, giet God de idealen voor je en moet de partij laten schieten. Die mag nooit hoofdzaak zijn. En de idealen zijn bijna altijd gericht bij jou op de gemeenschap en op eerlijkheid en rechtvaardigheid. Ja, op eerlijkheid en rechtvaardigheid. In die jaren, 1959, komt de Boerenpartij op. Ja. En volgens mij hier in Wapenveld. Was ook, heel groot. Heel groot. Hoe speelde dat hier in de gemeente en in de gemeenteraad? De Boerenpartij had dus één groot voorlid, dat is Hendrik-Jan van Duren. Hendrik-Jan van Duren was een charismatische figuur. Kon goed praten, was goed van de tongriemen sneeuwen, wist goed wat het over had. En durf mocht op te treden. Hendrik-Jan van Duren was eigenlijk de Boerenpartij. Mm-hmm. En die heeft dus voor de kleine boeren echt wel wat vallen doen. Het was niet zo dat die Boerenpartij dus geen recht van spreken had. Er gebeurde een heleboel in de landbouw, net als dat er noem in de landbouw gebeurt. Nu zie ik ook allerlei dingen gebeuren in de landbouw. Daar denkt die boer is geen crimineel. Die boer is een hardwerkend mens. Die dus door de omstandigheden gedwongen wordt om datgene te doen wat hij nu doet. Dat was toen ook zo. Nou, toen was het de tijd van de schaalvergroting, manshold, ja. Ruilverkaveling. Juist. En de kleine boeren kwamen in de knoop, in de knel. Ja.
de bevolking hier waren allemaal kleine boeren. Ik ben zelf in op zo'n bedrijf opgegroeid. Dat is dus met bloed, zweet en tranen worden dat bedrijf in stand gehouden. Ik merk dus hier ook dat de mensen hier ontzettend grondgebonden zijn. En ze zitten 100 jaar op één en dezelfde plek. Mm-hmm. Want dat hebben ze dus helemaal met hun eigen hand, letterlijk met hun eigen hand opgebouwd. Dat kun je dus iemand die dat niet meemaakt heeft, kan dat niet begrijpen hoe dat werkt. Hoe die hersens van die man werkt. Toen mijn vader dus de grond wegdeed, waren er een heleboel kleine boeren die dat niet konden begrijpen. Dat doe je toch niet? Ja. Je doet de bedrijving toch niet weg? Dat is een stuk van hun leven. En toen kwam de ruilverkaveling. En toen moest alles herverdeeld worden. En er kwam een hele stuk grond, die dus altijd voor het boerenbedrijf gebruikt waren. Dat was een natuurgebied. Nou, dat was tegen zeer het been van al die kleine boeren, die ieder stuk in grond wat ze hadden, vol bomen, om er dus aan de kost te komen. En toen sprong Hendrik Jan van Duur neer met zijn boerenpartij. En hoe speelde dat hier in de gemeenteraad? Wel goed. Jullie samenwerken? Hoe ging de samenwerking tussen de partijen? Overheersend is Heerde toch ChristenUnie, GPV? We hadden dus hier een regeling. En die is dus al komen toen mijn vader nog in de raad zat. Dat de grootste partijen die vormen het college. Dat was uitgangspunt al. Het was niet van, kunnen jullie met elkaar opschieten? Nee, de twee grootste partijen, en later moesten de drie wethouders komen, de drie grootste partijen, die vormen het college. En die leverden ieder één wethouder? En die leverden ieder één wethouder. En die gingen om de tafel zitten. En degene die met de verkiezingen de grootste partij won, die moest dus, die leidde de onderhandeling en die riep dus die anderen bij elkaar. En die kleine partijen wisten dat ook. Die kwamen niet. Nee. Die waren nog niet aan de beurt. En de PvdA was dan vaak de tweede of derde partij? Op verschillende. Ik heb dus twee keer heb ik dus de onderhandeling geleid. Dat jullie de grootste partij waren? Ja, ja. En dan ging het met de SGP en dat was de VVD en de SGP. Of de ChristenUnie. De ChristenUnie was het. En dat was een hele klus. Ik moest dus zien dat één van die beiden moest erin. Maar wie? De VVD die hield er zonder meer van uit dat de VVD won. Want dat ik nooit met de ChristenUnie dus tot overeenstemming zou komen. Toen gingen ze van uit. Dat is de eerste keer is dat ook wel gebeurd. Dat was ook zo. Maar Hendrik Morten was wethouder. En door dat ik het wel moeilijk mee had, want Hendrik Morten die... Dit was een prima mens. Hendrik Morten was een geweldige kerel. Kon goed mee werken. Was erg sociaal. Maar Hendrik Morten die kreeg dus een oogziekte. Die kon heel slecht meer zien. En daardoor kon de oosten niet meer functioneren. Als ik dus in de wethouder was, dan zat hij dus ook in vertegenwoordigende dingen in Apeldoorn en zo. Mm-hmm. En dat ging natuurlijk wel eens op scherp van de snede. En dan kon Hendrik Morten eigenlijk niet meer mee. Er was een hele slimme wethouder in Apeldoorn. Hij was een hele slimme jongen. En door leidde het ding af, omdat hij niet meer voldoende wist hoe het in elkaar... En dat was heel moeilijk en pijnlijk om dat uiteindelijk bespreekbaar te krijgen? Ja, natuurlijk. Ja. En vooral met zijn vrouw. Dat was het grote probleem. Want die accepteerde dat niet. Hendrik Morten accepteerde het op een gegeven moment. Ik heb het ook gered, want ik ben altijd goede morgen met Hendrik Morten gebleven. Doordat ik zoals ik het altijd deed, rechtvaardig, niet remendrein, zeggen zoals het zit. Moeten de pan kunnen wat zeggen, is zo. En zo heb ik het ook naar Hendrik Morten. Ik heb ook tegen Hendrik Morten gezegd, dat en dat is de reden. En dat hebben we accepteerd. En toen binnen we dus met de ChristenUnie in zee gegaan. En onze broeders in Oldebroek, die stonden het hoor recht door en op de kop. Die zeiden, hoe kun je in vredesnaam met die mensen, met wetholders samenwerken? Dan kon dat helemaal niet. Dat was zo gespleten. Waar zaten toen dan de grote verschillen?
Tussen de PvdA en de ChristenUnie. Het elkaar respecteren. Het niet met elkaar eens zijn op alle punten. Met elkaar wel respecteren. Dat kon wel. Dat kon wel. Maar dat was kennelijk heel beladen. Dat was het. Zien we eens, als hij in Oldenbroek en zo kwam, daar werd op de personen gespeeld. Hier won nooit op de personen gespeeld. Ik heb nooit op de personen gespeeld. Ja. Ik heb altijd op de zeg. En ik ben ook niet gaan zoeken. Als dat moesten doen naar de dingen die verschillen. Want dan kom je nooit uit als je erover gaat praten. Dan kom je niet uit, dan kom je niet in oplossing. Ik ben altijd begonnen met te kijken van, wat bent onze overeenkomsten? Waar binnen we het samen eens? Nou, toen wij dus samen met de ChristenUnie in de wethouders hadden, hadden wij dus, was de ChristenUnie, nou, dan moesten we goed oppassen als die patiënten ons links. Op sociaal gebied. Mm-hmm. Dan moesten we goed oppassen. Ik bedoel, we zien door een raadslid in zitten, die was zelf gehandicapt. En die stond ook, dat wist ik ook, die stond ook bekend als strikt eerlijk. Die zullen er ook nooit om hen draaien, die zullen nooit een loer draaien. En maar die was zeer sociaal. En die ging ons soms links voorbij. Dus daar lag de basis voor jullie samenwerken? Dat is de basis geweest. Het sociale heeft toen de basis geweest. Ik bedoel, je moest natuurlijk niet beginnen naar homo's. Dat was nog niet succes. Daar begonnen we dus ook niet over. Dat lieten we buiten werking. Daar was iedereen de vrije. We hadden dus ook, we hebben bepaalde punten. Daar zijn jongens, dat moeten jullie zelf weten. Als jullie er zo over willen denken, dat is jullie goed recht. Wie denkt er niet zo over? Maar jullie laten ons hier door en wie al doorheen. Dat was misschien allemaal niet zo politiek correct. Maar het werken we. Ja. We hadden een prima college, het werkt prima. Waar ben je het meest trots op? Eigenlijk op niks. Ik heb het gewoon gedaan. Ik heb altijd één uitgangspunt gehad. Als je een chauffeur bent en je vindt dat moet gebeuren, en ze vragen om er aan mee te werken, dan hoor ik dat te doen. Ik heb wel eens conflicten gehad met mensen die dus naar de kerken gaan en dan geen kerkelijke belasting betalen. En ik was dus geen lid van de kerk, dus ik betaal nog geen belasting. En die betreffende persoon die dacht dat het bij mij een goede beurt maakte door te zeggen van, ik betaal die belasting niet. Ik zei, kun je niet maken. Kun je niet maken, zeggen nee, dat kun je niet maken. Je hoort die belasting te betalen. Gerry is een hele poos nog lid geweest van de kerken, want die kwam uit een gezin waar hij wel lid was van de kerken. Dan heb ik op een gegeven moment gezegd, je betaalt die belasting of je bedankt. Eén van de beiden. Ja. Maar zolang als je lid bent, of je het ermee eens bent of niet, dat maakt niks uit. Je hebt de consequenties te aanvaarden van iets wat je gedaan hebt. Je bent lid geworden van die kerken. Als die kerken belasting oplegt, moet je dat betalen. Nou, die man die was helemaal stijl bedoeld toen. Die dacht dat hij... Ik zeg, dat kan niet. Dat kun je niet maken. Dan moet je bedanken. Ik bedoel, dan moet je zo flink zijn dat je bedankt. Maar dan moet je niet zeggen van, ik blijf lid, maar ik betaal het niet. Die gemeente, de raadslid, heb je wel eens overwogen om wethouder te worden? Of naar de provincie te gaan? Of nee. Zelfs naar de landelijke politiek? Nee. Ik ben van mening geweest altijd dat de capaciteiten die ik had, ophielden bij een raadslid. En op een gegeven moment moesten we dus een wethouder leven. Michiel de Groot wou het niet doen, want die had die grote bloemenzaken, die wou het niet doen. Die was fractievoorzitter en dat wou hem leven. Dat vond ik ook mooier, want die was erg kritisch, dus dat gewoon als wethouder natuurlijk niet meenemen. En als fractievoorzitter wel, die vond dat mooier. En toen heb ze mij gevraagd en ik zeg, ik doe het niet. Ik heb daar de capaciteiten niet voor. En toen heb ik dus, was Aan Bouwman, die was lid van ons van de partij. En daar hadden we eens meer brood, wat een hele jonge vent. En daar hadden we eens meer brood en die kwam uit een zeer VVD-achtig nest. Die hele familie was zwaar VVD.
En Arend die was dus lid van de Partij van de Arbeid. En ik stel hem voor om Arend Boma wethouder te maken. Ik denk dat is een jonge vent die durft. Hij durft hem goed. Hij was niet banger om zijn mening te zijn. Hij steunt ook aan de sfeer. Ik denk, en doet hij dan ook nog, als hij dat goed doet, dan heeft dus ook Johan een goede wethouder eraan. Die, als hij zich één keer in de werkt heeft. Nou, en iedereen zei er wat niks. Arend die wil wel. En wie zijn we doen het? Wie zet Arend als wethouder? Stellen we voor als wethouder. Nou, die andere partijen die zijn dat jullie dat durft. Hij was de jongste wethouder van heel Nederland. Mm-hmm. Heel Nederland. Nou, en hij is erin gekomen. En het is eigenlijk zo'n beetje ongeveer de beste wethouder geweest van de Partij van Arbeid die we gehad hebben. Hij is op een hele vervelende manier weg, hoor. En dat had niet gehoeven. Dat staat ook in zijn karakter. Maar hij heeft keihard gewerkt voor de beginselen en de ideaal. Wat is er gebeurd bij zijn vertrek? Nou, we hebben dus een nederlaag alleen op een gegeven moment. Toen was Arend nog wethouder. In welke jaren spreken we dan? Een dikke nederlaag alleen. En toen kwam we dus niet meer aan boord. En Arend die dacht zwart-wit. Dat was een nadeel. Dat kon een ontzettend voordeel zijn, maar dat kon ook een ontzettend nadeel zijn. Ja. Hij zei, ik verdom het langer, ik doe het niet meer, schrijf eruit. Ik zei, jongen, wacht nu nog eens even. Want je bent er nog niet uit met die wethouders. Want dit was het was een hele moeilijke exercitie om er dus drie wethouders te krijgen. En dat was in de negentiger jaren al? Ja, zoiets, hè. Maar die zegt, verdomme, doe het niet meer. Ik zeg, weet je dat zeker? Wil je dus een stuk in de schaafskeur maar beneden eruit scheiden? Ja, zeg. Dus dat gebeurde. Jan Lieske was erbij. Jan Lieske heeft hem twee of drie keer gevraagd, Arend doet dat nu niet. Maar Jan Arend deed wel. Nou ja, dan kun je er niks meer aan doen. Maar, oh wonder. Ze kregen het niet voor elkaar. En de Partij van Arbeid moest erbij komen. En die moest een wethouder leven. Ja, Arend had gezegd dat het niet meer deed. Die had een stuk in de krant daar dat ermee opschiet. En die had het bekeken. Jan Lieske was een wethouder. En Arend gaf ons de schuld. Ah jee. Ja, dat is pijnlijk. En dat is dus heel vervelend afgelopen. Dat is echt heel vervelend afgelopen. Dat was, ik heb ook tegen hem gezegd, Arend, ik ben de bierwes. Je hebt gezegd dat je het niet meer wilt. En je kunt dus nu niet de Partij van de Arbeid de schuld geven, dat ze ook niet weer. Dan hadden ze me nog weer mijn vrouw. Ik zeg, nee, zie hoe moet niet meer de vrouw, want Jan bij herhalingen zegt dat je het niet meer deed. Ja. Ze kunt niet dat vrouw blijven. Nou, en nu heb ze me in de steek gelaten, zeg. Toen is ze nog lid geworden van de boeren, is ze nog echt een lid geweest van de Boerenpartij. En hij heeft nog voor die tante die dus toen uit de VVD is, stapt is, heeft dus ook nog voor hier in de rode zijn. Bij ons? Of en toen, nee, in landelijk. Ja. Rita Verdonk of zo? Rita Verdonk. Het is een beetje vervelend afgelopen. Maar ik heb dus later nog wel in een radio gesprek met voor Radio Heerde Heklus hem nog wel even op piano bezet. Want ik vind dat hij heeft ontzettend veel voor de gemeente Heerde gedaan. En jij hebt eigenlijk al die jaren heel goed met hem samen kunnen werken in de gemeenteraad. Ja, we hadden dus Arend, die kon dus ontzettend tekeer gaan en kon er dus in de fractie. En ik verdomme, ten hij doet niet langer en dit en dat en zus en zo. En de Marie is goed lusten, Henk die slaat zeiden aan die mie. En dan zeggen de Marie, nu is goed lusten aan Boma. Zo ging het. Zo zaten ze tegenover elkaar. Ja, dat ging er soms aan. Hè. Maar buiten de fractie was klaar. Ondertussen ben je al die tijd werkzaam als sociaal werker. Ja. In Apeldoorn inmiddels, denk ik? Eerst in Kamp, maar later in Apeldoorn. Blij dat je niet meer met cijfertjes hoefde, maar... Ja, dat was nooit mijn sterke punt. Wat vond je prettig? Wat vond je aangenaam in je baan, in je werk? Ja, mensen kunnen helpen die dus in wat van soort nood ook zijn. En proberen er samen uit te komen. En dan
En dan moest hij soms, moest hij wees diep gaan. Maar dat was dus eigenlijk het uitgangspunt. Gewoon mensen die dus in het ernstige probleem zitten en er zelf niet uit kunnen komen. En we door proberen samen uit te komen. En dat kon dus lukken niet altijd. Die moesten er bij vuurbeurt vanuit gaan. Dat dus al die niet lukt, heel vaak het niet lukt. De meeste collega's die ik dus in de ziektewet heb zien gaan, die waren van mening dat ze dus net onze lieve neren nog niet bereikt hadden. Maar ze waren de zeun al even bij. Zo goed waren ze. En die kwam in de ziektewet terecht. Ja. Eigenlijk de problemen voor de ander wilde oplossen. En alles meenemen. En meenemen, ja. Altijd denken, ik moet dat oplossen. Nee, ik moest het niet oplossen. Ik kon het altijd niet oplossen. Ik heb wel gevallen, had ik zeggen. En nu doe ik het niet meer, maar nu. Ik heb hoe 2 keer of 3 keer hebben we dus dit afgesproken. 2 of 3 keer kom je het niet na. Terwijl dat het wel kunt. En hij vertelt me dingen die niet klaar zijn. Nou, 3 keer is het gebeurd. Mm-hmm. Ik kan hem niet helpen. Ik moet maar zien dat hij een ander krijgt. Dat moet je wel op kunnen brengen. Ja. Maar je kunt me ook tot het uiterste kunnen gaan als hij denkt van die is wel te rennen. Alleen er moet ontzettend veel tijd in steken. Dan moet je ook die tijd erin steken. En je moet dus eigenlijk de gave hebben. En dat hij altijd wel had dat hij soms thuis komt. Dat je dus kunt zeggen zo. En dan doe ik Lukin dicht. En dan gaan we maar weer verder. Dat was het. Ja. Niet mee naar huis nemen. Anders dan red ik niet. Dan gooi je er onherroepelijk aan. Je werd leidinggevende bij de sociale dienst? Ja. Ik heb een afdeling gehad die was algemeen maatschappelijk werk. En er zat dus ook het bejaardenwerk en zo. En het bejaardenwerk was een aparte groep in Apeldoorn van het maatschappelijk werk. Ja, een algemeen maatschappelijk werk. Ik was algemeen maatschappelijk werker. Maar ze hadden dus ook een groep die dus speciaal op bejaarden richt was. Die deed alleen maar met bejaarden werken. En door ben ik, op het leste ben ik door, had ik alleen die bejaarden nog. Ik heb eerst nog gemengd gehad, maar dat was niet te doen. Want dat leidinggeven, dat was natuurlijk heel wat anders dan maatschappelijk werk. Vond je het leuk? Ja. Om leidinggevende te zijn? Ja. Ja. Maar het won me dus, zoals ik leiding gaf, won me bij de gemeente Apeldoorn niet in dank overnam. Want het past niet in het hiërarchische systeem. Mm-hmm. Ik werk met een platte afdeling en dat kan helemaal niet in de ambtelijke wereld. Dat kun je niet met een platte afdeling. Ik heb hier was je tijd vooruit wat zelfsturende teams betreft. Ik heb jarenlang met een platte afdeling gewerkt. En dat werd me niet in dank overgenomen. Dat is de hogeren. Ze zaten met het probleem dat ik dus. De span of control is dus zo'n betting voor zo'n afdeling. Is ongeveer. Nou, 15, 20 mensen. Dat is al een heel groot team. Dan heb je al een heel groot team. Ik had er 25. En we stonden daar zeer goed bekend. Dat we goed werken. Maar dat kwam door mijn manieren van leiding geven, doordat ik een hele plaat, ik besprak alles. Als er dus wat moest veranderen, als er wie dus verzoeken kregen om me dus in de organisatie wat te veranderen, riep ik ze allemaal bij elkaar. En dan zei ik, jongens, dat is de bedoeling. Wat vinden we ervan? Niet wat vind ik ervan, nee, wat vinden we ervan? Ja. En we draaien steeds op als afdeling. En dat heeft dus altijd een probleem. Dat heeft altijd een probleem mee gehad. Dat hebben ze me nog altijd kwalijk genomen bij de gemeente Apeldoorn, dat ik dat deed. Alleen als er eens op een andere afdeling iemand niet goed functioneerde, kwamen ze bij mij en zeiden ze, dikslag wil je die nou eens een poosje nemen om te kijken of dat nog wat kan worden. En dan kwamen ze bij mij op de afdeling en dan functioneerde. Alleen de werkende anders. Maar jouw eigen leidinggevende moet dan toch wel voor jou gestaan hebben. Want, die was met me niet. Ja, ja, want anders dan lukt dat niet, denk ik. Ja, die is verleden jaar, over 2 jaar is die storm, hè? Ja. Van de Brink. Ja.
Die heeft dus steeds... Maar die heeft wel eens de mine zeggen, Henkie maakt niet lem, hè, zo. Je maakt het me wel moeilijk daarboven, ja. Ik had dus ook een geintje op een gegeven moment. Ik was de enige die dus een cursus leidinggevende voor sociaal werken vond. Dat had niemand. Ook de directeur en zo, niemand had dat. Maar toen ik dus leiding ging geven, toen zei ik, wil zo'n cursus volgen. Toen zeiden ze, ja, maar dat heb je geen mensen. Ze zeiden, nee, daarom zitten er ook zoveel in de WHO. Ik wil die cursus volgen. Ik ben wel maatschappelijk werker, maar ik wil ook eens kijken of ik dus dat leiding geven kan. Ik weet helemaal niet of ik dus dat allemaal wel goed doe. Daar wil ik wel een cursus in. Dus daar had ik een cursus in volgen. Toen moest er een nieuwe directeur komen. En ik had alle papieren. En ik solliciteerde. En de adjunct-directeur, die moest wonen. En dat, toen ging ik ook, ik denk, ik doe dat ook nooit. Maar ik wil dat Henkje wel eens meemaken. Kwam van Brinkbeam in, die zegt, Henk, wat heb je doen? Ik zeg, wat dan? Hij zegt, hij solliciteert. Ik zeg, ja. Hij zegt, waarom? Ik zeg, ik heb toch alle papieren? Ik zeg, ik ben de enige die een cursus heeft in leiding geven. Ik zeg, dat heb je niemand. Ik zeg, in de hele sociale dienst heb je niemand zo'n diploma. Ik zeg, vroeg mijn afvaltrier. Ik zeg, ja, ik weet de ene die het wel heeft. Ik zeg, van een andere afdeling in Apeldoorn, want daar samen mee op de cursus zitten. Ik zeg, maar, ik zeg, dus ik heb alle papieren. En hij zegt, ja, hij zat in het directieteam. Ze moesten beslissen. Hij zegt, vind je het erg? Ach, zeggen dat ik er niet voor ben. Ik zeg, nee, dat vind ik niet erg. Ik zeg, want ik doe het toch niet. Ik zeg, maar ik wil dat geintje wel eens meer maken. Hij zegt, ze zit in zak en as, want ze weet niet wat ze doet. Maar jij was ook een beetje pestkop dus. Ja, nou was een pestkop. Ze zat minuten was dus en zo noemen, dan pakken ik ze terug. Oké. Maar jullie hele team stond achter jou. Jullie waren... Ja. Het bleek dus ook wel dat ze dus, ik kon dus met vervroegd pensioen, hè, dat was dus toen, kon je in de vut, 60 jaar, ik ben met 60 jaar duurder gegaan. En toen kwam ik tot de ontdekking dat ze de afdeling op wonen heeft. Ze wonen dus die afdeling niet meer. Dit was een bedreiging voor hun. Ze voelden dat ook als een bedreiging. Zo was het helemaal niet bedoeld. Ik bedoel dat helemaal niet als een bedreiging. Ik probeer een goed leiding te geven, zodat die afdeling goed draait. Ja. Maar ik was tegen niemand. Maar dat vonden ze dus wel. En toen zagen ze de kans schoon, toen ik dus met de futsel ging, om die afdeling op te heffen. En dan kwam ik achter. En toen zei ik, dat gaat niet weg. En die afdeling zei, doe je dat echt niet? Ik zeg, nee, ik ga niet weg. Ik zeg, ik ben veel te duur om bij mij te komen. Ik zeg, als ik blijf, kunnen ze de afdeling niet opheffen. Toen zeiden ze, maar je kunt het toch uit met de futsel? Ik zeg, ja, maar doe het niet. Ik zeg, zo gauw als ze mijn zwart op wit geven, ik zeg, zo gauw als ze dus iemand benoemd hebben, als mijn vervanger, zak de papieren tegen. Zolang als ze dat niet doet, teken ik niet. Dus zijn ze blij dan. Ik zeg, blij tot 65 jaar. Ik zeg, gewoon niet meer. Ze dachten eerst ook dat ik dat niet zou doen. De leidinggevende dacht ook. Nou, je hebt nog nooit gezien hoe bezorgd mensen kunt zijn over de gezondheid van iemand die dus deur werkt. Ze hadden zo met je te doen of het niet te zwaar werd. Ja. En die dan zo'n kans niet aangeriept om me dus gezond te blijven en zo. Ik zeg, over mijn gezondheid hoef jullie je niet druk te maken, maar ik doe het niet. Ik ga niet weg. En uiteindelijk hebben ze toch iemand benoemd? Ze hebben er een benoemd. En is dat voor een jaartje geweest? En hebben ze toen de afdeling opgegeven? Nee, ik moet zeggen, ze hebben dus nog... 5 jaar hebben we nog bestaan. En toen hebben ze hem toch al bij je. Oké, maar dan ben je ook al en echt kwam er, en toen ben ik afscheid genomen van iemand die bij mij op de afdeling zat. Als adjunct bij mij op de afdeling. En die had me uitgenodigd toen ik wegging in Apeldoorn. Die was al jaren later. Ja. Kreeg bericht. En toen ben ik hennewes. En er won afscheid van een nummer. En die knaap die hem afscheid van hem nam, die zegt, ja, je hebt ons het leven wel eens moeilijker gemaakt. Want je werkt anders als we. Je werkt altijd met een team. Ik begon altijd direct met een team te maken. Ik denk, kijk, het heeft toch gewerkt.
Maar hij had precies hetzelfde doen. Hij zei, Henk, ik heb precies hetzelfde doen als ik. Ik begon direct met een team te werken. Ik doe alles aan. En wie werkt naar een tierenleer? Ja. Dus toen hadden ze nog precies hetzelfde probleem als met mij. In maar die ik tijd, heb werk altijd met zeer veel plezier uit. Tussen Iep en Heerde, daar ligt een stuk zien grond. Het heet de Render Klippen, daar loopt de schuipjes rond. De herder heeft de zaak door, volkomen in de hand. Zo'n mooie kudde schapen is de trots van het Veluwsland. Zo'n mooie kudde schapen is de trots van het Veluwsland. En in het vroege heurjoor, dan zie door pril geluk. Het wemelt van de lammegies, de herder even druk. De mensen staat in drommen, de kikken niet de kooi. De wolven heb nog wens, oh wat is dat plek zien mooi. De wolven heb nog wens, oh wat is dat plek zien mooi. Ja, voor zo'n Veluws landschap, de echo had te warm. Hij door een kind ziet staan, met een schuipje op de arm. Omringt de bos en heide, dat de toevul plezier. Door is een echte band, tussen mens en dier. Door is een echte band, tussen mens en dier. De schapen nog alle dagen rond. De baas zet met zijn hond door een hele sterke band. Door op de Rende Klippen, wie ons in het Veluwsland. Door op de Rende Klippen, wie ons in het Veluwsland. Ik ben maatschappelijk werker geweest. Ik heb dus ook een hele tijd gepraktiseerd of ik dus leidinggevende zou willen wijlen. Ik heb mijn Gerry overlegd en zeg dat en dat is er aan de hand. Ik zeg, ik kan meer verdienen. Ik zeg, maar het hoeft niet. Ik heb het nu al goed. Wat zou ik doen? Nou, Gerry zegt, je kunt altijd proberen. Hij denkt dat je het kunt. Dan doe je het. Toen heb ik uiteindelijk gezegd, ik doe het. In die tijd, ik denk al dat je leidinggevende was, heb je me van tevoren in een voorgesprek keer verteld dat je je eerste gedichten ging schrijven. Ja, je moet dus de samenstelling van kantoren was toen veel anders als nu. We zaten dus, en de sociale dienst was dus ook altijd nog een ingebracht kindje ook. We zaten altijd in slechte gebouwen en zo. We hebben jarenlang in een gebouw, of gedankt de fabriek van Philips gezeten, worden we met kranten de spleten bij de ramen dicht te maken, maar anders waren we achter het bureau weg. Dus daar zaten we dus altijd mee. Ja. Dus we zaten eerst bij elkaar op een afdeling 4. Op een gegeven moment liep dat niet meer. Ik had natuurlijk andere bezigheden dan die maatschappelijk werkers. En dat liep dan door elkaar heen. En dan moest ik wat met mijn secretaresse overleggen. En dat kon dan weer niet. En toen kreeg ik dus een aparte kamer. Nou, dan kwam ik te zitten. En dan scheurde me wel eens wat binnen. En dan schreef ik dan op. Nou, en waren gedichtjes. Nou, en dan prikte ik die op. Prikbord achter me, denk ik, die kan ik wel eens bewaren. En was er, kwam wel eens mensen kijken, die er lezen. En was er een bij, en die zegt, denk slag, dat moet je uitgeven. Ik zeg, dat hoef ik niet uitgeven, ik zal niet weten waarom. Ik zeg, zo belangrijk is dat niet. Dat is echt mooi, wat je erop schrijft. Ik zeg, oh. Maar ja, hij bleef doorgaan. Hij bleef maar doorgaan. Hij zegt, dat moet je wel doen. Heb je niet iemand die je dat kunt laten lezen? Ik zei, ja, ik heb er wel iemand, ik denk, Roelof Koebrugge, die kan dat wel eens laten lezen, maar toen kwam jumme. Op een gegeven moment heb ik ze allemaal verzameld in een mabbedon. Ik ben naar Roelof toe gegaan en zei, Roelof, moet je dit eens lezen? Of dat wat is in mijn buikje van de maan?
Want Rolf is vormgever, hè? Ja. Maakte heel veel boeken. Ja, door hem kon ik ook naar hem toe. Ja. Ik kende hem heel goed. Nou, Rolf en Maria, allebei de ontzettend enthousiast. Dat moet je doen, zus en zo. Ik zei, ja, moet je doen. Ik zei, wat gaat dat kosten? Hij zei, ik doe het voor niks. Ik maak ook dat buurging voor niks. Hij zegt, maar ja, je moet wel de drukkosten betalen. Anders met de overleg hier in Heerde, dan wil ze door misschien wel bij die goedkoper doen. Van de Mos. Van wie van de Mos? Met Van de Mos, de drukker. Nou, die ken ik wel. Dus Rolf is toen met het hele zaak in Hennegoon, die heeft dat met een overleg. En een van de Mos die zegt, laat hem eens komen. Dus toen ben ik Hennewes en ik zeg, wat is de bedoeling? Ik zeg, nou, zo en zo. Ik zeg, maar ik kan er wel wat geld in steken. Ik zeg, maar dat moet er wel op een of andere manier weer uitkomen. En ik moet dus eigenlijk een buffer hebben. En die hek wel, ik heb dus een buffer van het geld wat ik van de gemeenteraad beur, als raadslid. Ik zeg, dat kan als buffer gebeuren. Ik zeg, maar dat kan ik er natuurlijk niet in steken. Want dat kan ik eigenlijk niet missen. Hij zegt, nou, dan maken we dat buurging voor zoveel geld. Nou, ik ben naar Rolf toe gegaan en zei, ze wilde doen voor dat geld. Hij zegt, nou, als je dat zoveel neemt, 10 voor dat buurging, dat kun je ervoor nemen, 10 gulden. Als je dat voor neemt, dan heb je dus, ik heb u de rekening, hij zegt, dan heb je zoveel per buurging over. En als je dan, de helft verkoopt, dan ben je uit de kosten. Dan heb je dus geen kosten meer. Dus dat moet lukken. Vooral als hij dan dus vlak voor de Sinterklaas en kerstdagen hem uitbrengt, dan moet dat lukken. Nou, dat lukken, want we zetten 1000 buurtjes uit en die wou met kerstdagen kwijt. Zo. Ja, en dan moest je rollen bij hem. Rolf die had een hele fijne neus weer. Ja. En de overleven, we hadden hier ook altijd aan bij elkaar gekomen, dus we kennen elkaar heel goed. Jij werd uiteindelijk heel actief, hè, in de dialectkring Salland Oost-Veluwe. Ja. Kun je me eerst eens vertellen, wat is eigenlijk, is er een verschil tussen streektaal en dialect? Nee, hetzelfde. Dat is hetzelfde. Ja, dat is hetzelfde. En jij schreef altijd in streektaal, in dialect. Ja. En dat is voor jou ook heel belangrijk, dat het... Ik ben in opgegroeid. Dat is jouw taal waar jij in kunt dromen. Ik ging in Hoorn naar schoenen en er was meester Blok, was de hoofd van de school. En er won op het schoolplein won alleen maar dialecten praat. Ook door de leraren zelf. En als de deur achter ons dichtging, won de Nederlandse praat. Hoefde dat ook goed, zeg maar, niet uit. Maar er won alleen maar Nederlandse praat. In de klas? In de klas. Er won geen dialecten praat. En als je gewoon van school af kwam, kon je allebei doen. En er zat er ook geen vermenging in. Want die vermenging kreeg je niet, want die deuren ging dicht. En als die deuren dichter was, mocht je geen dialect meer praten. Dus dan leerde je ook zuiver alleen maar Nederlands. En dat werkte prima. En beide is voor jou belangrijk? Zowel dat je goed Nederlands kunt spreken als dat de streektaal... Het Nederlands hij nodig in uw zakelijke omgang. Mm-hmm. Het dialect hij nodig als je iets van uw gevoelens wilt zijn. En dan ga je dus dichten en verhalen schrijven. Ja, dat komt er dan in, inderdaad in weer. Ik kan dus veel moeilijker een verhaal schrijven in het Nederlands als in een dialect. Ik kan een dialect, kan ik een verhaal schrijven, kan ik ook een gedicht schrijven. Maar ik kan wel een gedicht schrijven in het Nederlands. Natuurlijk, ik kan die taal, dus ik kan wel. Maar dat gedicht is nooit datgene wat ik kan maken als ik in dialect een dialect. Ja, daar kun je toch veel beter... Je in uitdrukken, je gevoelens in uitdrukken. Ja. Ja. En als ik zo, hè, ik heb het verzameld werk van je, hè, ook van Roelof het boek gekregen. En als ik dan naar de thema's kijk, hè, dan is het heel erg vaak de natuur. Wel een verstilling in de natuur, zou ik bijna zeggen. Maar ook het mededogen met andere mensen en een verlangen naar vrede. Vat ik dan zo samen wat jou vooral dan bezighoudt? Ja, en een zoektocht in het leven. Zo kun je het eigenlijk het beste samenvatten. En in welke zin een zoektocht nou, in het leven? Nou, ik bedoel, hoe zit het met leven, hoe zit het met dood, hoe werkt dat? Waarom denken mensen er zo over, waarom denkt hij er zo over? Hoe komt dat dan weg? Ja. Die dingen.
Ik heb hier, ik kan het niet uitspreken in streektaal, dus ik zeg gewoon het Wapenvelderbroek. Ja. Maar zou je die voor willen lezen? Ja, dat weet ik maar doen. Want ik weet dat als ik het probeer te zeggen, dan klopt het niet. Wapenvelderbroek. Land tussen Issel en Veluwerand. Onder wie de volken lucht. Zinderend zonne zorgt voor de deursnede hette. Boven met groene gras. Koenen staat stom te kijken aan brede sloten. Een reigervlag met slomenslag legen over het land. Donkere wolken hoge tegen de lucht. Dreigend en zwart rolt ze over het lege land. Dan overal geluid van wind en donder. Een muren van water stormt over het land. Een felle slag kleurt een pappel op. Even later vult de leste regendruppels en de zonne schijnt over fris groen land. Sneeuw onder ijskolde blauwe lucht. Druppels als bevroren tranen aan de takken van de bomen. Een reiger aan een bevroren sloot. Een klem scheurt leven over de sneeuw op zoek naar magere mussen. Verstild landschap, wachtend op vuurjaar. Wapenvelderbroek. Altijd weer anders, altijd weer nieuw. Het mooiste plekking van Nederland. Dat was het. Mooi. Ben jij de laatste jaren nog regelmatig in het Wapenvelderbroek geweest? Ja, ja, zolang als ik nog fietsen heb, ik dus, kwam ik er dus al 2-3 keer beweren. Ja. Regelmatig. Ja. Weet je, toen wij in 92 in het Broek kwamen wonen, toen gingen Jan, mijn partner, is vogelaar, met Wim, de buurman, naar zijn land om voor het hooien de nesten te markeren van gutto's en talloze kieviten, een aantal gutto's toen op zijn land. Inmiddels zijn ze allemaal weg. Ja. Er is nog 1 kieviet in het Broek of 2 kievietsparen, geen gutto's meer. Ja. Maar dit voorjaar waren we in het Wapenvelderbroek en wel 10 gutto-paren, talloze kievieten, tureluurs. Het is nu zo mooi het gebied dat de weidevogels daar weer terugkomen. Ja, ja, maar er moet ontzettend veel werk voor u dan, man. Ja. Ja, het grote probleem is dus de vossen. Dat is het probleem. Die zijn ontzettend slim. En die weten de nesten ontzettend goed te vinden. De boeren die willen er wel aan meewerken. Die kunt het misschien altijd niet, maar als ze het kunt, werkt ze wel aan mee. Want die bent er ook geboren en getogen. En die hebt er, ziet door de weerde wel van. Het leste gebeuren in verband met de waterbeheersing. Dat hebben, waterstand, hè? Dat heeft een hoop goede bracht. Er bent nu langs de wetering bent dus door stukken die toch niet meer gebruikt worden voor de landbouw. En die dus drassig bent. En daar komt dus van de vogels op. Want er zitten van de insecten in, daar komt van de vogels op. En zo langzamerhand komt het wel weer. Maar ja, zolang hij dus de landbouw houdt zoals ze nu is in Broek, krijg je nooit weer volledig alles terug. Want die grond, dat is dus net een biljartlaag. Er zit geen bloempje meer in. En geen bloempjes, weer geen insecten. En geen insecten, weer geen vogels. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En die boer kun je dat niet kwalijk nemen. Want als die boer dat niet doet, gaat hij failliet. Ja. En dan wordt vervolgens, als het dan zo gaat en dan gaat fout, krijgt de boer de schuld. En die wordt zo'n beetje een crimineel. En die kan er helemaal niks aan doen, want die is door de omstandigheden zo gemaakt. Die is net zo gemaakt door de omstandigheden als dat mijn vader toen gemaakt is. Alleen, wie mijn vader die heeft de boer verkocht. Mm-hmm. En die zegt, u bekijkt het maar misschien al. Maar dat gaan deze boeren niet doen. Die moet deurboeren. En nu zijn er nog 2-3 grote boeren over. En die moeten, hè, en die moet de veevoederindustrie en de Rabobank en voor een wereldmarkt bulk produceren. Ja. Goed, de boeren, laten we even de boeren. De streektaal, het dialect. Volgens mij is van jou ook de uitspraak, je krijgt niet meer verstand als je Hollands praat. Nee. Dat heeft niet met elkaar te maken, volgens mij. Ik bedoel, de hoeveelheid hersens hangt niet af aan de taal die je spreekt. Het heeft wel eens anders mee te maken.
En toen ik aan het zoeken ging, een beetje op internet aan het kijken was, toen kwam ik ook tegen, ach, nou vergeet ik zijn naam, meneer Bos, die het Heerdens woordenboek in de oorlogsjaren in 40 heeft geschreven. Ja. En dan later een nieuw Heerdens woordenboek. Nee, dus tussentijds is er dus ook nog een meneer Otten, een zekere meneer Otten, die heeft nog een woorden, een Heerde woordenboek gegeven, maar dat was langer niet volledig. De, wat erin stond was dus wel, wel goed, maar het, het had, was niet uitgebreid genoeg. En toen is hier dus een dialectwerkgroep Heerde Woorden wel heel opgericht. En een van de dingen die dus door moesten gebeuren volgens ons was een uitgebreid Heerde woordenboek te maken. Dan kom je direct al met problemen te zien. Want de spelling verschilt nogal per gebied. In het Nederlands zei dus één spelling, maar dat zei in het dialect niet. In het dialect hij bijvoorbeeld in Drenthe hij dus een dialect op zandgrond, maar hij ook een dialect in het veengebied. Mm-hmm. En er zitten een heleboel andere woorden in. Maar als ze met elkaar praten is geen enkel probleem. Als ik naar Drenthe toe ga, dan heb Johan met vakantie geweest, dan zat ik in een hotel. Praat ik altijd dialect, die mensen praten allemaal dialect. Die mensen praten Drents, ik praat Heerders en we konden gewoon met elkaar praten. Dat en dat is toch omdat het allemaal Saksische taal dat is? Zijn, dat is de Saksische taal. Ja. Maar ik moet dus wel, dus, als ik dus een woordenboek wil maken met de Heerde taal, dan moet je dus wel eerst eens worden als groep wat die spelling dan moet zijn. Want anders zit hij allemaal een andere spelling. Dan heb je aan 20 leden heb je ook 20 spellingen. Dat is niet de bedoeling. Je moet zien dat je dus één spelling krijgt. Dan we zeggen, hoe moet dat nu doen? Nou, toen gaan we een stukje maken. En het ene, dus toen alle toeters en bellen die we maar konden bedenken. En datnies en of. En een stukje, dat was fonetisch. Zoals het klinkt, schrijf je het dan op. Dit is dit ook. Alles wat hierin staat is zo uitzet. Ja. Daarom en, kan ik het ook lezen, want ik lees het hardop in mijn gedachten ja. En dan kan ik het goed lezen. Nou, dat binnen wie ook van u de gewoonte wil zeggen. En nu moet dat aan mensen laten lezen die van oorsprong geen dialect praten, die het slecht kunt lezen. En die moeten we die beide stukjes laten lezen. Want wie wil dat dialect in stand houden en wie wil dat uitbrengen? Dus we moeten het zo schrijven dat mensen het dus ook kunt lezen en het dus door het aangetrokken wordt om het te lezen. Dat houdt dus dan, we hebben dan verschillende mensen laten zeggen, dan willen we, jullie moeten dit lezen, lees dat nu goed, het is heel serieus, en dan gaan we uitkijken wat het dan wordt. En toen kwam er dit uit. Mm-hmm. Die mensen keuzen allemaal dit, dat ze daar het beste kon dus lezen. Dus die fonetische schrijfwijze. Toen zeiden we, nou dan wordt dat ons dialect. En dat hebben we altijd vastgehouden. De spelling is een voortdurende strijd in de dialectwereld. Ik heb een vergadering meegemaakt dat ze blij moesten zijn dat ik er tussenin zat. Ja. Want anders hadden ze elkaar door de kop in. Nog erger dan de ruilverkaveling. Nog erger dan de ruilverkaveling. De persoonlijk voelt ze dan elkaar aan. Als ik dus, we zitten dus in het zond, Salland Oost-Veluwe. En we zitten dan ook meer groepen mee natuurlijk. En dan zitten we samen met de achterhoek en zo, zitten twee groepen. Dan ben je wat bij, die bent zo verschrikkelijk fanatiek. En die zegt, maar dit is de spelling. Maar als dan en die vader in de achterhoek komen, dan zegt ze, dit is de spelling. En als je dan dus in de kleine muten en zo komt, dan zegt ze, dit is de spelling. En dat is allemaal anders. Ja. En wie hebben gezegd, daar doen we niet aan mee. Wie zegt, dit is de heer de spelling. Door schrijven we alles in. Iedereen die een lid wordt in Heerde, schrijft de Heerde spelling. Punt. En dan halen we mee. En maar, we branden niks weer. Maar dan het Heerdens woordenboek. Verschilt dat echt noemenswaardig van het Olster woordenboek? Nee, en het Eper woordenboek? Nee. Kun je zo lezen. Er is geen enkel verschil. Alleen het is fonetische schrijven. Okay. Daar komt het in wezen op neer. En er zitten natuurlijk wat woorden in. Dat bent woorden die in ons weggebruikt wordt en hier niet gebruikt wordt en omgekeerd. Dat is te verkloren doordat dus vroeger waren er dus geen communicatiemogelijkheden. Als je een fiets had, dan was je heel wat. Dus alles wordt dus heel vaak lopend en zo af en dan. Dus je had een veel kleinere groep.
Die groepen hadden veel minder contact met elkaar. En hij dus aan deze kant van de bult woont, zoals ze dat hier zegt, dat is van de knobbel, of hij woont aan de andere kant van de bult, dan heeft verschil in taal. Daar komt die kwam praktisch niet bij elkaar. Die groepen komt nu wel bij elkaar. En je ziet nu ook gebeuren dat dat versmelt met elkaar. En een stapje verder en dan denk ik van, er zullen niet zoveel mensen meer hier in Heerde zijn die goed de streektaal of het dialect kunnen spreken. Ik bedoel, we zijn zo'n één land geworden, zo alles loopt door elkaar. Dat zie jij toekomst, zie jij het echt een levende taal blijven? Oh ja, ja. En het Drentse Europees ook, want het is inmiddels een erkende minderheidstaal. Het Neders, het Saksisch, dat wordt gesproken van Oost-Duitsland af tot ongeveer Arnhem, Nijmegen. Dat hele gebied, Duitsland en Nederland. In Oost-Duitsland, als ik naar Oost-Duitsland toe ga, dan kan ik beter met mijn Heerder dialect terecht als met mijn Nederlands. Ja. De Oost-Duitsers kunnen beter dialect als Nederlands. En in die zin zeg je, hij heeft ook deze taal toekomst en zal een leven. Ja, ja, er wordt inmiddels, het heeft dus een bed in een inzinking geweest. Maar ja, je weet dus van, als je zoiets hebt, dan moet je uithoudingsvermogen hebben. Ik zit er dus, nou hoeveel jaar zit ik er al in? En ik heb wel hele dieptepunten meegemaakt. En ik zeg, ja, maar het geeft niet op. Ik ga gewoon door. En je hebt er veel meer dan. Maar nu wordt er dus bijvoorbeeld ook weer kinderboeken in het dialect uitgegeven. Er wordt veel meer in het dialect gepubliceerd als dat het de West is. Dat was dus ook onze grote wens, regionaal gezien, met Groningen en Drenthe mee. Dat we dus die erkenning, die Europese erkenning kregen. Eerst de Nederlandse erkenning, dat was al een probleem. Want die zagen er helemaal niet in. Dan hadden we er een die dus te veel was. En die was bijvoorbeeld wethouder. En die zetten zich toen voor in. En dan kwam de verkiezing en dan was er weer wethouder af. Hadden we op een gegeven moment een burgemeester van Om. Nou, dat was zo jongen. Die vent die had me een invloed en die had me een kringen. En die bouwde het zo op, en het ging langer hoe beter en dat ging prima. Wie zegt nou, als je nog 2 jaar wetter bent, dan neemt het voor elkaar. En toen gaan we dood. Ja. Heb je in de gemeenteraad altijd dialect gesproken? Ja. Ja, ook wel in Nederlands. Oké. Okay. En in maart, dan spraken we allemaal dialect. Dat hadden we al gesproken. Meer dialect mond. Oké. Okay. En dan sprak iedereen het dialect. Dat ging ook iedereen die geen dialect kon, die ging er ook mee akkoord. Die praten gewoon Hollands. En iedereen die dialect kon praten, Johanna praatte dan al die dialect. Ja. Maar jij was op weg naar de erkenning krijgen. Ik onderbrak je. Vertel verder. Nou, dus dat hebben we dus uiteindelijk voor elkaar gekregen. Toen zat ik daar niet meer in bestuur en zo, ja. Maar dat is dus in, nou, 2, 3 jaar geleden, denk ik, is dus die erkenning de deur komen Europees. Het is nu als minderheidstaal erkend. Inmiddels is het Limburgs, dacht ik ook, als minderheidstaal erkend. Het Fries was al als taal erkend. Dat is dus niet als minderheidstaal. Maar Fries is als Nederlandse taal erkend. Dat was altijd al zo. Die bent er veel sterker in de mensen als wie. Die hebben van begin af aan dus er achterin zitten. En dat ligt ook een beetje in hun volksaard natuurlijk. Ja. En die hebben dat voor elkaar gekregen. En wie wisten, dat kregen we niet voor elkaar. Wie kreeg dat niet als taal voor elkaar. Maar wie kunnen het wel als wie het als minderheidstaal. Dan kun je namelijk ook voor subsidies in aanraking komen. Dan kun je het ook geven op school. En dan kun je dus ook publicaties dus uitgeven en dingen organiseren waar je subsidies op kunt krijgen. Dat konden we nooit. We moesten zijn er hier in Heerde scholen waar het dialect onderwezen wordt? Ik dacht het op dit moment wel, want ze hebben dus, verleden jaar hebben ze dus een boek in helemaal in het dialect uitgegeven. En er is nou alle scholen nog onder, dat hebben ze in overleg gedaan met de scholen. Dus maar ik zit doorvoer er niet meer voldoende in. Was er Hans van Ark niet goed in? Hans van Ark die is door ontzettend goed. Ja. Hans van Ark die zet zich door ontzettend erin. Ja. Dat is dus, die kan ook ontzettend goed dialect, Hans van Ark. Die kan dat ontzettend goed en die stiet er ook keihard achter.
Die zit ook in, die heeft ook in de staten zitten. Daar hebben ze ook een hoop, ja, hoop, ja, werk voor u dan. Als laatste over de streektaal. Jullie huis. Ja. Dwepedoren. De Weependoornen. De Weependoornen. Ik heb het opgezocht. En dan krijg ik in de ene betekenis de eglantier en de andere de wilde roos. Nou is een eglantier een wilde roos, maar... Ja. Wat? Wilde roos. Wilde roos. Ja. Ja. En ja, hebben jullie dat jullie huis gelijk al zo genoemd toen het gebouwd nee, was? Nee, Johan Laat. Ja. Ja. Een weper, dat is dus een wilde roze. En die groeien tussen de meidoornen. Ja. En er gingen dus de mensen hier van het Hoornveen, die hadden 's winters geen werk. Dat waren allemaal losse arbeiders. Die hadden 's winters geen werk en dan zochten ze zelf werk. Dan maken ze bessems of ze maken borstels of zulke dingen. Er waren er ook wat die gewoon wiepensteken, noemen ze dat. Dan hadden ze een schupping, net als die nu een spa hebben, maar veel smaller. En heel scherp. Dus zo'n 5 centimeter breed ja, en dan veel langer. En veel langer. En dan gingen ze dus de broek in, maar gingen ze helemaal tot aan de achterhoek, lopend, dwars door de weilanden, springend over sloten, gingen ze dus wiepensteken. Dan halen ze dus die dichtsten van die dingen, die halen ze eruit, die steken ze eruit. De wortels? Ja. Ja. Die korten ze af tot ongeveer zo groot. Een meter hoge struik. En die hadden ze dus in een bos op de rug. En daar liepen ze de hele dag mee. Dus die bos was een langer groter als ze in de Achterhoek waren. En hadden ze hem in een bos op de rug, jongen. Dat was onvoorstelbaar. Ja. Dat was als ze niet te doen. Men moesten ze ook mee over sloten springen en zo. Ze sliepen s'nachts bij boeren in de Heuberg. En in de schuren en zo. En sommigen die kwamen dus ook op die manier aan het eten. Door bij de boer eieren bij de kip. Wie de kippen moet nesten. Ja, want ze moesten nog in, dus ze hadden geen geld. Dan waren ze de hele werken weg. En dan kwamen ze weer. En dan gingen ze hier naar Michiel de Groot, zijn vader. En dan verkochten ze die wepen. Van die wepen maken ze dus stamrozen. Die worden door op het eind. Toen zorgen ze weer. En dan kregen ze een dubbel in stuk. Nou, dat was wel. Ja. Een dubbel in stuk toe. Maar je hebt hier ook later een hele bekende rozenkweker gehad, hè? Ja, Buisman. Buisman. Ja. En daar, dat hing daar en ook de, mee en samen? En de Dennis, hoe heet de Bats uit uw broek, Siva. Van de Brink? Bats van de Brink hier. Die had nog allemaal rozen. Ja. Waren allemaal rozen, maar die waren veel kleiner, maar er waren ook allemaal rozenkwekers. Maar de Groot die kocht die dingen op. En hij vertelde wel eens, dan hadden ze dus... De brak hun er natuurlijk ook eens in, hè. En dan zeiden ze, kijk, daar is nog een hele dikke, zeiden ze dan maar. Zo tegen elkaar. En dat verhaal, dat hield jullie bezig en dat maakte dat je je huis zo wilde noemen? Ja, dat denk ik, maken er een wilde roze van. Ja, prachtig, mooie naam. Ja. Kris Kras, de weduwe met auto op trap. Kris Kras, de weduwe, dat boy zo gauw niet zat. De stippies op de kaarten, die zie dan is in echt. Kris Kras, de weduwe, het idee is lang niet slecht. Hier den Hulsters Harde, Uddel, Elspeet, Hoenderlo. Elburg en nog Epe, Ede, Eerbeek, Ermelo. Oldebroek en Une, Oosterhuizen, Otterlo. Lunteren, Laatsoeren, Loenen, Emst en ook het Loo. Kris Kras, de weduwe, met auto op trad. Kris Kras, de weduwe, dat boy zo gauw niet zat. De stippies op de kaarten, die zie dan is in echt. Kris Kras, de weduwe, het idee is lang niet slecht. Vier houten de valk, Vossen, Vissen, Apeldoorn. Kootwijk, Klarenbeek en Gortel, Gadren en Koudhoorn. Harderwijk en Niekerk, Hattem, Stroe en Barneveld. Woestehoeve, Wezepdelen en ook Wapenveld. Kris Kras, de Veluwe, met auto op trad.
kriskras, de vielen we, dat boy zo gauw niet zat. De stippies op de kaarten, die zie dan is in het echt. Kriskras, de vielen we, die idee is lang niet slecht. Kriskras, de vielen we, net als een echt toerist. Kriskras, de vielen we, en zorgen dat je niks mis. De stadjes en de derpies, met bulten mooi zou je zien. Kriskras, de vielen we, dat is het wel voor min. Kriskras, de vielen we, dat is het wel voor min. We gaan naar het eind van het gesprek en je hebt straks al gezegd, ik kon gebruik maken van de FUT. Hè, ja. De vervroegde uittredingsregelingen, ja. Want 65 was pensioen, maar ja. Het akkoord van Wassenaar, de werkloosheid in de tachtiger jaren. Ja. En dan komt eigenlijk een regeling dat mensen eerder met pensioen mogen. Je hebt de overwegingen verteld waarom je eerst even niet weg wilde gaan, maar uiteindelijk ben je met 60 jaar gestopt met werken. En toen kreeg je een lintje. Ja. Hoe ging dat? Dat wist je niet. Dat wist ik niet. Je mocht op het gemeentehuis komen? Nee, maar in dorpshuis, hè? Ja. In dorpshuis. Nou, en dat stond in. Was het in dorpshuis voor vol? Ze belde me op. Ja. Van gemeente. Ja, ze heeft Gerry opgebeld. Ze wilde me in een lintje geven. Ja. En, nou, dan wilden ze wat gegevens en zo hem. En, En toen zeg ik nog, ik weet het niet of het wel aanvaard. Je twijfelde Gerry of die het zou aannemen? Ik heb mijn zoon opgebeld, die woont toen in Apeldoorn. En toen zeg ik, maar, dan huur ik dus vanzelf wel als ze niet hebben wil op dat moment. Ik zeg gewoon afwachten. Ja, mijn zoon zet het weg, dan zeg het weg en dan pak hem toch niet aan. Maar dat past bij alles wat je over jou hoort. En ja. Hè, als jij het niet had willen accepteren, had je ter plekke gezegd. Ja, dat had ik niet gedaan. Ja. Dat had ik niet gedaan. Ja. En je zat daar en dan staat daar dat hele dorpshuis vol. Nou, en ik had er een bepaalde overweging voor. Mijn vader had hem namelijk ook gekregen. En mijn vader was de eerste SDAP'er hier in Heerde die een gouden medaille kreeg. Dat had aan de burgemeester, de toenmalige burgemeester, te danken. Want hij zal een bronzen hebben. Of een zilver. En een directeur van de Berghuizen Papierfabriek zal een gouden hebben. En dat is de medaille die met een lintje samenhangt? Ja, ja. Oké. Okay. En toen heeft de toenmalige burgemeester gezegd, ze kreeg allemaal een gol, of ze kreeg er geen ene. De heer Dijkslag heeft net zoveel voor de gemeenschap besteed als de directeur van de Berghuizen Papierfabriek. Ze kregen allebei een gol en anders dan vragen, niet aan. Mm-hmm. En toen is mijn vader de eerste socialistische bronsleden was hier in Heerde, die dus een gouden medaille. En dat vind ik een doorbraak. Mm-hmm. Ik vind het dus dat een overwinning die de voet had. Hij had dat voor elkaar gekregen. Dat waren ze niet, helemaal niet van plan. Om zo'n arme arbeider die dus in de werkverschaffing was en niet wil werken, zoals ze toen zeiden. Ze wil niet werken. Dat hij dus een gouden medaille kreeg van de koninginne. Voor de werkzaamheden die er voor de gemeenschap gedaan had. Ja. En dat was mijn overweging om te zeggen, en dan pak ik hem ook aan. Ik zette die traditie voort. En heb je één moment getwijfeld? Want nee. Wanneer had je door dat je daarvoor was uitgenodigd? Want toen te steunen. Je werd naar voren geroepen. Ja. En toen dacht je gelijk, ja, deze traditie, ik bedoel, dan denk ik heel snel. Ik kan heel snel denken, dan denk ik heel snel. En mijn moeder was er ook. Dus ik kon eigenlijk al helemaal niet meer weg. Dat kon eigenlijk al niet meer. Want mijn moeder was natuurlijk ook. Die kwam ook uit een heel fel socialistisch gezin. Van, daar zaten ze nog bij Domela Nieuwenhuis. Dus die was heel fel. Daar kon het helemaal niet tegenaan. Want die vond dus ook dat het een geweldige overwinning was dat mijn vader daar kreeg had. Want daar kreeg niemand bij ons uit die kling. En hoe vond Gerry het? Dat hij het lintje kreeg? Oh, vond jij vond het ook fijn? Ja, ja. Mooi. Verdiend? Had hij het verdiend? Ja, vind ik wel. Ja, ik ga het wel verdiend. Oké. Okay. We gaan het gesprek hier eindigen. We zitten dan
1990. En ja, dan leven jullie nog 30 jaar daarna gepensioneerd door. Dus daar gaan we de volgende keer over praten. Over het ouder worden en wat er in de wereld zo na 2000 allemaal aan het veranderen is. Ja. Nou, dat ouder worden is ons in slechte van, moet ik zeggen. Ik hoor er de volgende keer meer over. Bedankt weer voor dit gesprek.